In principe zou er een feestmaand moeten zijn waarbij de inheemse zouden herdenken meer dan 5000 jaar in Suriname. Mm-hmm. En de nazaten van de Afrikanen zouden moeten herdenken de dag waarop de eerste Afrikaan voet aan wal in Suriname heeft gezet. En dat is 530 jaar geleden. Ja. Dat zouden ze moeten herdenken. En vanuit die 530 jaar geleden, zeer waarschijnlijk 530, zouden ze moeten herdenken de verworvenheden van die voorouders hier in Suriname. En dan ben je bezig met een level playing field. Dan ga je zien wat zijn de beperkingen en hoe moet je die beperkingen van die groep gaan versterken. En het perspectief bieden aan de jongeren. Ja. Maar de nazaten van Afrikanen zitten nog in die trap. En wij zijn bereid, de Nationale Reparatiecommissie, om bijstand te verlenen om uit die trap te geraken. Oké, okay, goed. Maar in ieder geval, de Nationale Assemblée heeft een beetje een voortouwpositie hierin genomen. Ik neem aan dat u daar ook bij betrokken bent. Ja, we hebben gisteren een presentatie verzorgd over het reparatievraagstuk. En u bent tevreden met zeg maar, het tempo en de manier waarop de Nationale Assemblée zich daarvoor wil inzetten? Absoluut. Kijk, het is heel belangrijk dat dit voortouw is genomen of dat deze workshop is georganiseerd. Het getuigt van visie voor een stukje verleden te koppelen met het heden en dan te kijken naar de toekomst. Nog wachten op die regering dat ze aansluiten. Ja, maar ik denk wel dat de Nationale Assemblée de regering zou kunnen en moeten overtuigen.